Ik ben apen trots op deze meisje. Ik ben apen trots op deze meisje. Ja. Hey, ben je blij? Hey. Nou, Karen is dus alweer even weg. Roderick die loopt lekker naast mij. Ja, gezellig. Heel gezellig. Kijk, handjes in de lucht. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, dat zijn wij. En het is vandaag vrijdag 12 maart 2021. En het is 5 voor 1. En dat betekent dat ik zo meteen Lady uit ga laten. Mijn haar, ja, je ziet het. Het is hoog tijd voor een kapper. Als ik dit even doe, nou ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar het slaat echt helemaal nergens op. Het is pluizig. Ja. Maar oké. Vandaag staat op de planning Vodafone en Karin. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben apen trots op deze meisje. Ik ben apen trots op deze meisje. Ja. Hey. Ben je blij? Hey. Hi, lady. Hi. Ja, ik ben trots op jou. Hoe lang is het geleden dat jij hier in het bent, hè? Dat is lang geleden, hè? Ik ben super trots op jou. Hey. Ja. Wel is waar aan de lijn, maar dit is voor haar zo lang geleden dat ze hier is geweest. Wauw, want dit is eigenlijk dus een losloopppark. Nou ja, jullie kunnen het wel zien waar ik loop. Waar ik normaal ook ben en met de twee zusjes. Maar Lady is dus in dit park destijds aangevallen. Nou ja, Lady wordt dus 7, maar dat ze net een half jaar was, een jaartje, is dus aangevallen en door 3 herders hier in het park. En sindsdien mot ze hier eigenlijk niks van weten. Maar ik ben zo slim geweest om dus achter iemand aan te lopen met een hele grote roedel. Hè? Ja. Ja. Nou, Karen is dus alweer even weg. Roderick die loopt lekker naast mij. Ja, gezellig. Heel gezellig. Kijk, handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Maar nee, Karen is dus alweer weg. Wij zijn dus even nu naar de winkelcentrum. Yep. En, want ik moet namelijk bij de Vodafone wezen. Ja, voor mijn telefoon. Ja, dus dat gaan we ook even doen. Dus ja, helemaal top. Ja, nou, onze series hebben we al lekker bekeken. Flikker Maastricht en Red Light. Yes. Elke vrijdag, hè. Want ja, weet je dat? Goede tijd is er niet. Dus ja, dan gaan we lekker vrijdags lekker bank hangen. Ook gezellig. En zo meteen is het hondjes uitlaten. Plasje papa dan. Ja, dat gaan wij zo meteen doen. En ik ga mijn haar weer even een beetje fortuneren. Het ziet er namelijk niet uit, want het moet geknipt worden. Maar ja, momenteel even geen geld om naar een kapper toe te gaan. Nee, precies dat. Ja, dus. Ach ja, zo be het. Jammer dan. En ik kan mijn mama wel vragen. Mam, stond eventjes 110.000 euro even op mijn bankrekening of 200.000 of zo, is ook leuk. Want ja, en mijn moeder is niet zo rijk, dus ja, ik kan het ook niet vragen. Ja. Als je een beetje raar aankijkt. Ja. Hoezo? Zoals we zeggen, als ik het had, zou ik het doen. Nou, we kunnen wel eens even kijken wat ze gaat zeggen. Alleen, dan moet ik thuis telefoon hebben. Ja, moet je opstaan.
Nee, dan moet jij even opstaan voor mij. Ja, moet jij even opstaan voor mij? Ja, dus, en dat kan ook zometeen. En dan kunnen we even weer lachen. Dus even kijken of we mama even zijn prank kan uithalen. Ik denk het niet hoor. Maar eerst even zeggen en dat die hele mooie paas-event ook leuk wordt. Ja. Paas-event, ja. Oh, een paas-event. Hi schat, hoe gaat het schat? Nou, ik zat net eventjes te kijken naar de televisie. Tot de rot? Ja, SBS of Live. Oh, maar mam. Oh, ja, is goed hoor. Ja. Mag ik eind van het jaar van u 10.000 euro lenen, want dan heb ik het 2 januari niet meer nodig. Zeg het nog eens een keer. Mag ik van u eind van het jaar 1.000 euro lenen en dan heb ik het 2 januari niet meer nodig. Oh, kijk. Ook goed. Maar ik heb het niet. Ah, jammer. Ik ook niet. Nee. Allebei niet. En dan hebben we allebei geen 1.000 euro. En dus dan wordt het allebei geen in totaal 2.000 euro. Dat is nou jammer. Ja. Ja. Hadden we dat maar. Ja. Ja, en dan konden we het lenen. En dan hadden we 4.000 euro gehad. Ah ja, gekkigheid op stokkie. Vond ik leuk. Ja. Dus nee, maar dat komt wel goed. Gaat u lekker tv kijken en dan ga ik lekker samen met Ro lekker naar buiten. Ja, ik ga deze vlog gewoon weer gezellig afsluiten samen met deze lieve schatje. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tut op je stuut. En tot morgen. Doei doei!